Dirk-Jan Epping heeft zich gestoord aan de houding van de Europese Unie tijdens de cartoonruil. Hij baalt ervan dat Denemarken alles alleen moest oplossen. Maar dat vond ik wel erg jammer, want ik vond op een zeker moment dat de Denen zich goed verdedigden. Dat de premier van Denemarken heeft geprobeerd zijn positie duidelijk te maken. Hij heeft de cartoons niet gemaakt, maar een krant heeft dat gemaakt. Hij is niet de hoofdredacteur van de krant. Hij is de premier van Denemarken. Hij heeft dat allemaal uitgelegd. Ik heb de discussie vanuit Denemarken gevolgd. En naar mijn mening is een groot, of de schuld als je daarvan kan spreken, is in Denemarken zelf ontstaan. Door hun eigen interne integratiebeleid. Ik denk dat de Denen hier wel wat hebben geleerd. En ik denk Europa ook. En er viel ook wat te verbeteren. Volgens sommigen heeft Europa van alles verkeerd gedaan. Ik heb weinig solidariteit gezien tussen de verschillende lidstaten. Uiteindelijk denk ik dat de Europese Unie wel degelijk een waardegemeenschap is. Dus we staan voor bepaalde zaken zoals vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, die al die landen wel gemeen hebben. Maar toch zie ik geen solidariteit. Ik zie niet dat ze één lijn trekken. Nou, ik denk dat de Europese Unie het eerder had moeten opnemen voor Denemarken. En moeten duidelijk maken dat in Europese landen de vrijheid van meningsuiting heel erg belangrijk is. Eigenlijk een van de fundamenten van de democratie. En bovendien had men het sterker voor Denemarken moeten opnemen toen de ambassades in brand werden gestoken. Dat zou eigenlijk een breekpunt moeten zijn geweest. Ik geloof niet dat ze zoveel verkeerd heeft gedaan. Ik denk dat het heel verhelderend is dat je binnen Europa een grote verscheidenheid hebt aan meningen. En dat die meningen bijna het hele politieke spectrum beslaan. Die diversiteit van meningen heeft waarschijnlijk ook de positie van Brussel verzwakt. Daar maakt het Midden-Oosten handig gebruik van. Nou, doordat ze eigenlijk ons onder druk zetten, wij zijn niet gewend aan harde machtspolitiek. Arabische leiders die komen voort uit harde machtspolitiek. En wij denken vaak in termen van laten we het nu maar een beetje sussen. Laten we die mensen naar de mond praten. Laten we ervoor zorgen dat ze dus tevreden zijn. Dan komt het wel goed met hen, dan luisteren zij wel naar ons. Iedereen manipuleert bij voorting iedereen. Ik denk dat het heel goed is dat via contact gemanipuleerd wordt, maar bij voorkeur in positieve zin. Misschien dat een sterke culturele eenheid de oplossing is. Ik wil niet zeggen dat de Europese Unie een soort politieke eenheid moet zijn. Daar moet zeker ruimte voor verschillen zijn, maar uiteindelijk zijn er wel bepaalde waarden en normen die wij delen met z'n allen. Zeker waar. Dit proces van verlies van identiteit duurt eigenlijk al enige tijd. Dat is sinds de Tweede Wereldoorlog zo. Het is zo dat we eigenlijk een soort van schuldcultuur hebben. Dat we niet meer weten waar we voor staan, niet meer durven te zeggen wie we zijn. En dat we onze waarden, daar zijn we bijna niet meer trots op. De Europeanen die weten eigenlijk niet meer goed wie ze zijn en waar ze voor staan. Ik ben Indonesiër, ik ben uit Nederland, ik woon in België, ik werk in het Midden-Oosten en in Oost-Europa. Dus ik heb niet moeilijk met cultuur. Cultureel zelfvertrouwen is niet alleen een kwestie van een verdrag of van een plechtige declaratie, maar is vooral iets dat in onze hoofden zit. Ik ben blij dat ik Europeaan ben. En Europeanen, die houden de discussie open. Hier in Brussel praten wij gewoon heel veel. Ik denk dat er gewoon meer gepraat moet worden. Ik ben ook zeker voorstander van dialoog. En het is niet zo dat ik een pleidooi hou waarin de islam als minderwaardig wordt afgeschilderd. Wat ik wil voorkomen is dat bepaalde facetten van de islam die haak staan op onze tradities, cultuur, West-Europese cultuur, Europese cultuur, dat wij daar laks in zijn en dat maar een beetje toegeven, omdat we denken, ja, we moeten er liever vrede maar behouden. Je weet natuurlijk dat als je zo'n dialoog aangaat, dat je dan geen dingen moet zeggen die noodzakelijkerwijs door een ander als beledigend worden ervaren. We moeten op een gegeven moment durven zeggen, bis hier und nicht weiter.